iedereen, leuk je weer kijken naar Aldi's Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 3, All Expansions en Amy gaat even lekker wat ontbijt maken. Ik wou dus, jullie weten misschien nog wel, we zijn natuurlijk een zeemermin, Amy is een zeemermin. En we hadden toen dit eiland ontdekt, ik ga het nu opzoeken, het is als het goed is hier. Dit is het, ja dit is het, ik heb het naar een resort veranderd, want ik wou er dus een resort op plaatsen. Ik had een heel mooi resort gevonden. Super mooi. En die was ook bedoeld voor die kavel. Want die kavel ging half over het water. Dus daar was het ook voor gemaakt. Het resort was speciaal gemaakt voor die kavel. En toen kon ik hem er niet op plaatsen. Nou, heel vervelend. Ik kon dus niet daar een resort plaatsen blijkbaar. Of die kavel kon ik daar niet plaatsen. En ik dacht van, ja, ik kan nu wel mijn eigen resort gaan maken. Maar dan ben ik weer uren bezig. Want ik weet hoe dat met mij gaat. Ik ben daar gewoon niet goed in. En dan wil ik alles weer perfect. En nee, gaat het hem niet worden. Dus, nu heb ik een ander heel mooi resort gevonden. En dat staat hier. En jongens, dit is nu ons resort. Dus, we hebben weer lekker een eigen resort. Dat is toch wel heel erg leuk om in Isla Paradiso te hebben. Dit is ons resort. Het ziet er, ja, heel apart uit. Wat voor stijl is dit nou een beetje? Toscaans? Ik weet niet meer. Het stond erbij. Maar ik ben het weer vergeten. Oh, staat er hier nou een vrouw vast? Oh, er staan hier allemaal mensen vast. Oh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan moeten we dat eventjes gaan fixen. Resort verbeteren. Bouwen. Nou, we gaan eventjes bouwen. Ik heb sowieso wat aanpassingen gedaan aan deze kavel. Want hier op de plek van deze huisjes stonden allemaal bankjes en zo. En je moest zo'n ding hebben om een resort te kunnen hebben. Dus ik heb dat allemaal verwijderd en nu staat dit er. Oké, okay, even kijken hoor. Wat ga ik doen? Ik kan... ik denk dat ik dit doe. Zo. En dat ik daar dan iets van een tuinhekje plaats of zo. Is dat een leuk idee? Dat is denk ik wel een leuk idee, hè? Kan die hier? Oh, dat moet in de heg. Oh, dan hoeft het helemaal niet weg. Zo. Is deze een beetje leuk? Oh, hij kan niet recht voor de deur. Weet je wat? Ik doe hem gewoon lekker dan hier of zo. Nee, niet deze. Ook niet die. Mag wel een beetje een wat grotere zijn. Oh, deze misschien. Nee, dit is een beetje te Japans. Of Chinees, ik weet niet. Nou, gaat door de beugel. Nou, ik vind die wel leuk. Ik doe die gewoon. Hopelijk kunnen ze er nu uit. Want ze kunnen hopelijk wel hier lopen. Oh ja, ze gaan al hoor. Oh ja, ze gaan er gelukkig doorheen. Nou, dan is dat ook opgelost. Even kijken, we zullen nog wel misschien wat moeten aanpassen. Ik ga het resort even laten zien. Weet je wat? Ik heb het resort zelf nog niet eens van binnen gezien. Dit is erg. Oké, we hebben hier in de kelder een lounge waar je ook kan dansen en zo. Ziet er heel leuk uit. Oh, hier kan er een DJ optreden. Dit ziet er echt super mooi uit. Dan hebben we hierboven natuurlijk de lobby waar je binnenkomt. En hebben we hier de receptioniste, Corine Moses. Hier hebben we een restaurantje en het buffet voor de hotelgasten natuurlijk. Hier kan je nog zitten in de lobby en zo. En dan hebben we boven slaapplaatsen. We hebben niet zoveel hotelkamers als het goed is. Oh, er zit, we hebben een gast. Er zit een gast. Akoni Kahale. Nou, dat zal wel een gast zijn dan. We hebben maar 3 hotelkamers, maar... gasten slapen natuurlijk ook in dit gebouwtje hier. Dus dat komt helemaal wel goed, denk ik. Dan hebben we hierboven... Oh, nog een eetzaal. Oké. Okay. Waarom staan deze mensen hier met z'n drieën in het gangpad van de trap? Girl, move out the way. Je komt nergens verder mee als je hier alleen maar blijft staan met je voet op de grond zat te tikken, hoor. Ik bedoel, ga lekker opzij. Laat elkaar er even langs. Hé, gaan ze hoor. Amy is uitgenodigd voor een feest van Andrei Varadi. Nou, dat is leuk. Ik weet niet eens wie die man is. Ja, joh, we gaan wel even heen. We hebben volgens mij nog geen één feestje gehad, dus we gaan er gewoon lekker even heen. Dit is ook nog een eetzaal, blijkbaar. Oh, je hebt ook nog een kinderplekje. Nu kunnen we nog verder naar boven. Oh ja, de sportzaal, natuurlijk. Een douche en zo. Nog een chillplek. Waarom staat deze stoel helemaal verborgen achter een... Achter een wand. Geen idee. En een balkonnetje. Ook nog een leuk balkonnetje. Waar je ook nog kan chillen eventueel. Nou, dit is dus ons resort. Ik moet misschien wel eventjes wat dingen aanpassen. We gaan eventjes kijken in het resortbeheer.
Prijs voor verblijf instellen. Gemiddeld, betaalbaar, duur. Nou, het is gemiddeld, dat vind ik wel goed. Onderhoudspersoneel. Lage kwaliteit. Ik neem hier, neem ik er één van. Van normale kwaliteit. Zo. Resortbeheer, financiën, reacties. Hebben we al reacties? Oh ja! Een hotdog is over het algemeen geen culinair hoogstandje, maar dit waren de beste hotdogs die ik ooit heb gegeten. Oh. Ik heb echt genoten van het ontbijtbuffet en mijn droom om eindeloos veel dimsum te eten is eindelijk uitgekomen. Oké, ik zie alleen maar positieve dingen van deze meneer, van Bernal739, maar hij heeft toch maar 3,5 ster gegeven. Dat is dan weer jammer. Is het eten trouwens van hoge kwaliteit? Voedselkwaliteit? Oh, dat is normaal. Nou ja, dat vind ik ook wel prima. We kunnen altijd later nog upgraden natuurlijk als het resort goed loopt. Chloor toevoegen. Of moeten we er dan helemaal heen? Oh nee, oké. Nee, ik heb chloor toegevoegd. Dat is wel zo nice. Want anders wordt het zwemwater helemaal vies en zo. Zo, gaan we weer eventjes terug naar onze woonboot. Dat is dus ons resort. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even weten wat jullie ervan vinden natuurlijk. En we gaan eventjes wat wafels eten. Eigenlijk moeten we de zeewier blijkbaar eten, want daardoor wordt onze hongerbar meer gevuld. Door de wafels wordt niet heel de hongerbar gevuld blijkbaar. Door geen één gerecht trouwens. Nee, hier, je ziet het al. We moeten dus meer, meer zeewier eten en meer vis. Nou ja, dat kunnen we wel doen. Maar waar koop ik dat? Koop ik dat hier? Of koop ik dat gewoon in de boodschappenwinkel? Kan ik niet bellen daarvoor? Smartphone... diensten. Misschien bij diensten bellen dat we dan boodschappen kunnen laten bezorgen. En anders moeten we gewoon even naar de winkel gaan die in de stad is. Dat kunnen we ook doen. Oh jee, we moeten weer werk uitvoeren. Oh, ook echt 3 dingen tegelijk. Ineens hebben allemaal mensen een diploma gehaald of zo. Ze dachten allemaal, ik ga lekker tegelijk allemaal mijn diploma halen. Natuurlijk ook logisch, want iedereen doet tegelijk examen. Mixoloog, goochelaar. Oké, nee, dit is het niet. Annuleren. Oké, nou, dan gaan we eventjes naar de stad. Als het goed is, is hier ergens een winkel. Of zag ik hem hier? Oh, dit is hem al. Supermarkt. Boodschappen doen. Gaan we nou echt letterlijk helemaal naar die winkel toe rijden? O, jeetje. Gaan we er ook helemaal naartoe? Oké, dat is best wel logisch eigenlijk dat we daar helemaal naartoe gaan. Want dat moet je sowieso als je naar een boodschappenwinkel gaat. Oh, hier is het. Wat leuk. Gaan we even lekkere vis kopen. En we worden gebeld. Oh, niet meer. Oh, oké. Okay. Nou, gaan we even boodschappen doen. Lekker vis kopen. En zeewier en weet ik veel. Oké, okay, wat zal ik eens allemaal gaan kopen? Ik koop een tonijn. Ik koop een zalm. Ik koop een kreeft. Ik koop een anchovis. Zo, nou, we hebben al wat vis. Maar kan je hier dan ook zeewier kopen? Want dat zie ik eventjes niet erbij. Muggenafweermiddel. Oh jee. We kunnen zelfs muggenspul kopen. Eens even zien. Vuurwerk. Ninja rookbom. Bubbelbad. Nee, ja, dat hoef ik allemaal niet. Oh, hier. Zeewier. Toevoegen. Oh, dan maken we daar eventjes 5 van. Oh, wel lekker prijzig die zeewier. Artikelen kopen. Zo. Het kost ook nog geld om je zeemermin te onderhouden. We moeten gewoon daarvoor heel veel geld gaan betalen, joh. Oh, we komen er hier weer uit. Wat leuk. Nou, helemaal top. We hebben lekker zeewier gekocht. Oh, wacht. Nu wil ik het ook gelijk wel eventjes eten. Want ik wil ook gelijk eventjes zien dat ze dat dan gaat eten. Oh, alles staat ervoor. Waar is het? Wat is dit? Oude visfossiel. Oké. Okay. We gaan even wat zeewier eten. Nou, Amy, eet even lekker je zeewier op. Oh, wat lekker. Oh, wat lekker. Ja hoor, de hongerbar gaat omhoog. Oh, maar nog steeds niet helemaal. Beetje jammer weer. Oké, ik ga even kijken waar dat feestje is. Oh, dat is vandaag nog niet. Nou, dan ga ik wel even een zangtelegram doen naar deze mevrouw. SMS ontvangen van Andrei. Oh, Andrei die gaat ons sms'en. Zo'n rare naam, Andrei. Ik wil het André zeggen, maar het is Andrei. Andrei, lijkt een beetje op Andijvie. Kampvuurfeest. Een kampvuurfeest nog wel, oké. Ik zit trouwens ook te twijfelen om te stoppen met de zangeresbaan. Want we hebben nu natuurlijk het resort waar we gewoon kunnen werken.
En we... Ja, ik weet niet. Zangtelegram. We zijn niet echt meer heel veel bezig met het zingen. Dus misschien moeten we maar gewoon gaan stoppen ermee. Dus laat even weten wat jullie daarvan vinden. Moet ik gewoon doorgaan met zangtelegram geven? Of moet ik ermee stoppen? Oh my god. Dat faalde nog eens. Wauw. 7 simdollar krijgen we er maar voor. Nou ja, dat is ook niet zo gek, want het faalde echt heel erg. Oh, we gaan het ook even geven aan deze meneer. Hoe heet hij? Omar Collins. Nou, gaan we ook even hem een zangtelegram bezorgen. En daarna wil ik naar dat lekkere feest. Oh, ik weet niet of het feest lekker is trouwens. Zo, waar is die? Oh, hier. Oh, hij heeft een coole hanenkam. En hij is met een baby. Bram Collins. Oh nee, kom hier. Blijf staan. Je wilt toch een zangtelegram? Moet je ook blijven staan. Maar hij is een tiener, maar hij heeft wel een kind. Of is dit de moeder? Nee. Nou ja, het zal wel. Ik weet niet wat het kind er doet. Nou, deze lukte wel. Oh, wat mooi. Oh, ballonnetjes. Het kind vindt het ook helemaal leuk. Deze mevrouw is lekker kinderachtig in het zwembad aan het spelen. In het zwembad. In de zee. Oké, okay, waar is het feest? Is het hier? Nee. Op wat is dat er natuurlijk zo'n feest-icoontje? Is... Nee, dat is zo niet. Is dit het? Nee, dat is van netwerken. Andrei, waar woon je? Ik kan het niet vinden. Adoptiebureau. Is het feest al voorbij misschien? Oh, dat zou ik jammer vinden. Ik wou er juist wel even heen. Nou, ik zie nergens meer... ballonnen. Normaal als er een feestje ergens is, dan zie je van die ballonnen en zo erboven. Nou, ik ga wel even kijken. Hij woont niet hier. Ook niet hier. Daar ook niet. Geen Hamada. Het was Andrei nog wat. Prins. Andrei. Nou, ik heb geen flauw idee. Blijkbaar gaat het feest nu alweer niet door. Lekkere stad. We gaan wel eventjes hierheen. Naar deze mevrouw. Oh, Amy heeft het weer koud. Nou, dat is ook niet heel gek, want het is ook koud. Oh nee, we gaan niet weer zwemmen, hè? Oh god, we gaan weer zwemmen natuurlijk. Wat vreselijk. Oké, okay, nou ja, nu mocht het ook wel even, omdat we even de hydratatiebar omhoog moeten krijgen. Maar iemand had dus gereageerd van dat je gewoon op plekken kan klikken, bijvoorbeeld hier. En dan klik je op hierheen varen en dan ga je gewoon met de taxiboot. Dus dat ga ik voortaan eventjes doen. Nu ben ik het weer vergeten, dus dat is een beetje stom. Maar voortaan zal ik dat wel eventjes doen. Want dat is natuurlijk wel een stuk sneller dan elke keer gaan zwemmen. Dat schiet natuurlijk niet op. Oké, waar is ze? Oh, daar staat ze. Ik weet niet wie het is. Dit is Emily Hamada. Nou, Emily, ik hoop dat je ervan geniet. Oh, ze heeft wel een lekker kinderachtige... Oh my god, alweer! Nou, we falen weer lekker. Gaat lekker, Amy. Hier, we krijgen helemaal niks ervoor. Oh, ze wil het opnieuw. Nou, die denkt het wel. Die denkt gewoon, ja, doe het maar lekker opnieuw, girl. Ja, nou, nu is het wel goed gelukt, gelukkig. Goed gelukt, gelukkig. Dat klonk heel raar. Helemaal mooi. Ik doe even lekker de buitenkleding aan, want het is veel te koud om hier in je feestpak te lopen. Jo, buitenkleding. En dan gaan we lekker naar huis toe. Dit is ons huis toch? Ik weet het soms niet eens meer, joh. Zo, en dan klik ik hier. En dan klik ik op hierheen varen. En dan moet je opletten, want dan gaan we met de boot, hoor. Moet je maar kijken. Oh, daar gaan we. Zie je het? Hier zijn we. Kijk eens, het gaat toch veel sneller dan dat stomme zwemmen. Oh jee, zag je die bocht? Oh my god. Zo. We hebben net de geest van Kara Drake gezien. Nou, ik heb het niet gezien, hoor. Ik zag helemaal niemand. Oké, waarom gaan we nou niet eruit? Ik klik even op het huis. Naar huis gaan. Oh, we staan ineens hier. Nou, dat is fijn. Is dat ook weer opgelost? We gaan eventjes... Oh, wacht, we kunnen natuurlijk hier... Kunnen we niet die vis koken of zo? Bak vullen? Nee, dat hoeft nog even niet. Anchovies. Anchovies eten. We gaan hem nu toch niet rauw opeten, hè? Oh my god, we eten rauwe vis, jongens. Nou, het kan wel, maar ja, ik weet niet. Het was gewoon nog een hele vis. Dat is toch niet lekker? We gaan ook nog eventjes wat groene salade eten. Voor de vitamintjes. En dan komt het helemaal goed. Wat is Ruby aan het doen? Ruby is lekker aan het slapen. Nou, dat zien we ook wel. Oh, ze is aan het dromen of zo. Zie je dat?
Ze zat helemaal gek te doen met de poten. Die was volgens mij eventjes lekker in dromenland. Oké. Nou, Amy, eet lekker je groene salade op. Hartstikke lekker. We moeten trouwens ook nog steeds vrienden worden met die ene beroemdheid. Carolina Iktasha volgens mij. Maar weet je wat? Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in om dat te gaan doen. Maar toch moeten we het doen. Verdomme. Nee, oké. Dat komt hoop ik ooit nog wel. We gaan eventjes... ik weet eigenlijk niet wat ik wil gaan doen. Wat wil ik eigenlijk gaan doen? Ik heb geen idee. Oh, Sims hangt er vast hoor. Krijgen we dat weer? Het is ook altijd weer wat. Wat patat. Even kijken. Kunnen we niet... Hebben we niet een sociaal netwerk of zo? Oh, zit ze weer te zeuren? Oh, ze wil blijkbaar slapen. Nou, sorry, we gaan niet sociaal netwerken. Sorry dat ik het voorstelde. We gaan wel gewoon lekker gelijk slapen. Want anders dan gaat ze weer helemaal bed en dan gaat alles weer fout. En dan wordt ze weer moe en dan valt ze weer neer van de moeheid. Nou, willen we ook niet hebben, dus ze gaat gewoon nu lekker slapen. Ook helemaal prima natuurlijk. Dus jongens, laat nog eventjes in de reactie achter wat jullie van het resort vinden. En of jullie vinden of ik moet stoppen met de baan als zangeres of dat ik er gewoon mee moet doorgaan. Laat maar lekker weten. Telefoon gaat weer. Nee, niet slapen, Amy. Nee, stop. Oh, stop. Je moet de telefoon nog opnemen om 1 uur 's nachts. Wie belt er überhaupt om 1 uur 's nachts? Waarom zou je dat doen? Bellen jullie wel eens iemand om 1 uur 's nachts? Ja, oké, kijk, als je op een feestje bent of je bent allebei nog wakker. Of je weet van elkaar dat je nog wakker bent of weet ik veel. Oké, helemaal prima. Maar waarom zou je iemand zomaar random bellen? Oh, was het letterlijk om te zeggen we hebben je gemist op het feest? Girl, dan moest je maar zeggen waar het was. Ik kon het huis niet vinden, dus ik snapte er helemaal niks van. Maar in ieder geval, we gaan weer lekker slapen. Dit keer wel echt. Dit keer worden we hopelijk niet wakker gebeld. Nee. Oh jee. Oh my god, dan gaat er iemand aanbellen. Sorry hoor. Is het Carolina? Nee, het is Carmina Capistrano. Oh my god. Je zal maar om 1:30 s'nachts aanbellen bij iemand. Maar in ieder geval jongens, dit was weer de aflevering van vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.